Goedemorgen iedereen. Ik hoop dat jullie deze dinsdag goed gestart zijn. En terwijl mijn computer aan het opstarten is, dan dacht ik, neem ik mijn telefoon en maak ik ondertussen een video voor jullie. En vandaag wou ik het hebben over relaties. En niet zozeer romantische relaties, alhoewel dat dat eigenlijk ook wel een stukje onder het... Onder het thema valt wat ik met jullie wil bespreken. Maar het gaat eigenlijk voornamelijk over vriendschappen. En daaraan gekoppeld eigenlijk de manier waarop dat we liefde... En dan heb ik het niet zomaar over liefde, gewoon in het kort zou ik zeggen, maar in het... zoals dat de meesten het kennen. Maar dan heb ik het eigenlijk over de pure vorm van onvoorwaardelijke liefde. En dat is eigenlijk gekomen, laat me even denken, vorige week, terwijl dat ik tegen mijn kinderen bezig was, waren we aan het spreken over vriendschappen en vrienden. En toen bedacht ik mij dat er zoveel taboes en eigenlijk verkeerde overtuigingen nog hangen rond vriendschappen. En ik ga uitleggen wat ik bedoel. Ik heb al mijn ganse leven, van zover dat ik me herinner, meer mannelijke vrienden dan... Dus bedoel, vrienden van het mannelijke geslacht. Maar je kan natuurlijk ook vrouwen hebben die meer die mannelijke energie in zich dragen. Maar nu bedoel ik echt wel het geslacht. Ik heb ook een hele tijd een hele mannelijke cultuur. Dus met heel veel mannen gewerkt toen ik bij de politie werkte natuurlijk. En ook nu zijn eigenlijk de meeste van mijn dichtste vrienden zijn mannen. En toen, overlaatst, zei met één vriend die ik al meer dan 20 jaar ken, is die connectie en die... er zijn ook heel veel angsten daaromtrent, dus daarom zit ik constant te kuchen. En omdat angsten stapelen zich op in het keelchakra. En als je moet kuchen en... precies een krop in je keel hebt, dan weet je dat je angsten met betrekking rond dat thema aan het loslaten bent. Nu, ik zou zeggen, kuchen is niet altijd slecht. Maar het is belangrijk om voor jezelf na te denken wanneer het gaat over vriendschappen. En zeker vriendschappen met het andere geslacht, wat dat jouw overtuigingen daarover zijn. Hoe sta je daar tegenover? Vorig jaar was ik op een wandeling in het bos met die ene vriend die ik al meer dan 20 jaar ken, die al meer dan 20 jaar een vriend is. En het ging erover van hoe verwarrend en hoe misleidend of hoe mensen eigenlijk soms signalen verkeerd interpreteren van bepaalde overtuigingen dat ze hebben. Zijnde dat wanneer je als vrouw, dus vanuit mijn standpunt nu bekeken, van als vrouw een vriendschappelijke relatie hebt met iemand anders, dat vaak geïnterpreteerd wordt van zodra dat je iets doet voor de ander, of lief bent voor de ander, of elkaar een knuffel geeft, of gewoon zegt van ik zie jou graag als vriend, dat er onmiddellijk heel veel extra's komt bekijken, heel veel verwarring naar boven komt. En waardoor het bijna soms onmogelijk is om op een hele zuivere manier onvoorwaardelijke liefde te delen met iemand van het andere geslacht. Omdat daar net heel veel verkeerde overtuigingen rond zitten. Omdat, waarom zou je niet kunnen bevriend zijn met iemand van het andere geslacht zonder daar een seksuele relatie mee te hebben? Zonder daar een commitment, een toegewijde, een één op één relatie, ik kan geen ander woord ervoor, mee te hebben. En dat is hetgeen dat we in deze nieuwe tijd aan het leren zijn. Relaties zijn aan het veranderen. Zaken zijn in één aan het vallen, aan het crumblen, zoals we zeggen in het Engels. Omdat het niet meer past bij de nieuwe waarden, de nieuwe normen volgens waaruit dat we leven. Die onvoorwaardelijke liefde vanuit respect, vanuit gelijkwaardigheid, vanuit
Ik zie jou verder dan alleen maar het ego en het lichamelijk, maar ik zie jou als ziel. Dat zijn de stukken waar het uiteindelijk over gaat. Dus ik zou je willen uitdagen om echt eens te kijken naar jouw eigen vriendschappen. En dan vraag ik het zelfs nog niet om dat te doen in jouw romantische relaties of in je partnerrelaties. Om te gaan kijken van welke ideeën, welke voorwaarden en welke verwachtingen dus leg je daarin. Want dat maakt het nog iets lastiger, omdat er daar nog veel meer emoties mee in betrokken zijn. Maar doe het eens ten aanzien van je vrienden. Welke verwachtingen heb je? En dan mag het, moet het zelfs over beide geslacht gaan. Sta je anders in relatie met iemand van hetzelfde geslacht of iemand van een ander geslacht? Want uiteindelijk, en eigenlijk is dat toch, lijkt het allemaal zo logisch, maar toch is het voor veel mensen nog niet. Maar het maakt niet uit om welk geslacht dat de andere heeft. Wanneer je een band voelt, dan is dat logisch dat die band er is of vanuit zielsconnectie. Of omdat je in dit moment in je leven, jullie leven, iets elkaar moeten mogen leren. Dat jullie elkaar iets komen spiegelen. En dan is dat misschien maar voor even dat jullie in elkaars leven zijn. En ook dat is goed, dat is oké. Dus ook daar hou dat weer niet vast aan een bepaalde persoon of een bepaald idee over hoe dat die relatie, vriendschappelijke relatie, die vriendschap zou moeten zijn. Ga mee in die flow en doe de dingen omdat ze goed voelen, omdat het leuk is om te doen. En niet omdat je dit, zus of zo verwacht. En dat is hetgeen wat ik ook het laatste jaar heb ervaren met een nieuwe vriendschap die zich mocht ontvouwen. Met iemand van het andere geslacht, dus met een man. Waarbij dat ik eigenlijk een even moeiteloze connectie ervaarde als dat ik bij mijn tweelingvlam. Maar de emotionele waarde, als ik het zo kan noemen, de emotionele betrokkenheid is van een ander niveau, is van een ander level. En dan, dat is het punt waarin je merkt van dat iemand is gewoon die van jouw zielenfamilie is. Iemand die al super lang in jouw leven is. En dat bedoel ik niet nu alleen in dit leven, maar gewoon in jouw bestaan als ziel, als energie. En dat maakt natuurlijk dat heel veel mensen zo vertrouwd aanvoelen. Dat maakt dat de ene mens jou sneller zal opvallen dan de andere mens. Net omwille van het feit dat jullie nu even jullie pad samen gaan bewandelen. En ook hier, laat het los om te willen weten wat dat de reden is. Laat het los om te willen weten voor hoe lang dat gaat zijn. Laat het los om te weten of dat het bedoeld is dat jullie een relatie, een romantische relatie hebben of niet. Laat het los, want de beste relaties, romantische relaties, zijn ontstaan of ontstaan vanuit die hele diepe, open en eerlijke communicatie en die diepe vriendschap. Waarin dat je gewoon jezelf kan zijn, zonder constant je moeten afvragen van wat verwacht de ander, wat wil de ander. Net door gewoon voor jouw eigen vrede te gaan en voor jezelf te kiezen en de dingen te doen dat jij leuk vindt, gaat automatisch duidelijk worden of dat die persoon nog eventjes meewandelt in jouw leven of dat het gewoon maar voor een tijdje was. En dat zie je dat ook mijn kinderen ondertussen al ervaren. Hè. Ze gaan op kamp en ontmoeten daar vriendjes. Maar die vriendjes die blijven geen vrienden, want dan gaan ze na het kamp elk weer hun eigen weg. En dat is hoe dat het gaat. We ontmoeten mensen in tijden, in ruimtes, in situaties. En we brengen elkaar iets bij op dat moment. En dan, wanneer je inderdaad genoeg en voldoende van elkaar geleerd hebt, dan ga je weer door naar het volgende. En dat is oké, okay. Dat is gewoon hoe dat het leven werkt. Wat dat zeggen, dat je inderdaad van de ene naar de andere moet gaan en van de ene met seks en dan met de andere seks? Nee. Want dan mis je het volledige punt van wat ik nu probeer uit te leggen. Het gaat erover dat je niet verkijkt en je niet blind staart op het uit te willen zoeken wat dat de reden is waarom dat die persoon in je leven komt. Het helpt als je natuurlijk weet wat dat de les is die je leert, maar als je gewoon altijd dicht bij jezelf blijft en gaat gaan voelen van wat heb ik vandaag nodig, moet ik daar aan trekken en sleuren of gaat dat hiervoor moeiteloos? Dat zijn eigenlijk de tools waar dat ik zelf weet van oké, dat is omdat het zo mag zijn, omdat het zo hoort te zijn. En dat wordt als vanzelf duidelijk wat dat die andere persoon jou komt leren of wat dat jij die andere persoon leert.
De meeste mensen die nu in mijn leven komen, zijn leden van dezelfde zielenfamilie. Zeker waar mensen waarmee dat ik eigenlijk al een hele tijd verschillende levens heb mee doorgebracht. Dus wij kennen elkaar al. Dat maakt ook dat je onmiddellijk op een ander level start. Oké, je leert elkaar wel kennen in deze vleesoutfit, in die zin dat het een ander lichaam is. Maar als ziel kennen jullie elkaar al. De frequentie is zo herkenbaar, zo voelt zo vertrouwd aan, dat soms ook daar de misopvatting kan komen, dat je denkt dat dat de bedoeling is, dat omdat hij zo goed voelt, omdat hij zo als thuis voelt, dat je daar een relatie moet mee aangaan. Maar ook hier, dat is niet altijd het geval. Misschien is dat gewoon omdat je in een vorig leven broers van elkaar geweest bent, of broer en zus, of dat je zelfs een koppel geweest bent. Want bijvoorbeeld met die ene vriend waar ik al 20 jaar een vriend mee ben, wij zijn in een van onze vorige levens zijn wij een koppel geweest. Maar net die kracht en die dingen dat we daar ervaren hebben, dat meebrengen naar hier, dat helpt ons om er gewoon te zijn voor elkaar wanneer dat nodig is. Horen we elkaar elke dag? Nee, en dat hoeft ook niet. En dat is net het mooie eraan. Er zijn geen voorwaarden aan gekoppeld. Het is onvoorwaardelijk. We geven en we nemen wanneer dat het goed voelt, wanneer dat oké voelt. En daarin, denk ik, hebben wij één keer echt een hele open communicatie gehad, omdat ook voornamelijk de verwarring voor een soort van spanning zorgde, omdat voor allebei heel onduidelijk was, maar door dat net uit te spreken, van kijk, dat zijn hoe dat ik kijk naar deze relatie, dat is hoe dat ik het voel, dat zijn de emoties die ik erbij ervaar, dat helpt je zoveel verder. Dus open communicatie is en blijft de kern en de belangrijkste, een van de belangrijkste elementen in elke relatie, of het nu vriendschappelijk is of niet, dat maakt niet uit. Zo, dus stel jezelf eens de vraag, welke voorwaarden, welke verwachtingen heb je nog, welke ideeën heb je over vriendschappen, wat vind je wel oké, wat vind je niet oké, want dat gaat jou helpen om de juiste mensen in je leven aan te trekken, om vriendschappen vorm te gaan geven vanuit dat hogere bewustzijn, vanuit je nieuwe zijn. En, zoals altijd, en ik ga nog 100.000 keer en 1 miljoen keer herhalen, maar ook hier is het belangrijk om aan jezelf te werken. Want wanneer je ook ruzie en discussie en problemen en spanningen ervaart in relaties, romantische en vriendschappelijke relaties, ook collegiale relaties, elke soort relatie, dan is dat in eerste instantie omdat er ergens een wonde in jou is, een kwetsuur die nog niet geheeld is. Dus van zodra je dat geheelt en voel meer in je kracht komt te staan, dan ga je die triggers niet meer hebben. De triggers zullen er wel nog zijn, maar ze zullen niet meer aankomen. Ze kunnen je niet meer kwetsen, want die wonde is geheeld. En hoe meer dat jij in je kracht gaat staan, en hoe meer dat jij dan in je licht gaat gaan staan, hoe meer dat je gaat merken dat je anderen gaat gaan beginnen triggeren. En de anderen gaan proberen hun ballast, hun rugzak met wonden naar jou toe te sturen, omdat het lijkt dat jij daar zo moeiteloos mee kan omgaan. Maar dat is niet jouw taak. Dus op dat moment trek je dan de grens en geef je eigenlijk gewoon hun rugzak en liefde terug. Want liefde is en blijft, en zeker als het onvoorwaardelijke liefde is. Dus gewoon geven zonder iets van ervoor terug te verwachten, is het krachtigste wat er is. En is eigenlijk ook het zuiverste wat er hier bestaat op aarde. Want het is zoals de quote deze morgen in de WhatsApp-groep met mijn moeder en mijn zussen. Waar dat mijn moeder elke ochtend een quote deelt. En daar ging het er ook over dat je duisternis niet met duisternis kan verdrijven. Je hebt licht nodig. Zie maar, als je gewoon een donkere kamer instapt, dan heb je licht nodig om meer te kunnen zien. En dat is net hetzelfde met licht. Wanneer dat er dingen verkeerd gaan, en ik denk dat ik daar nog een andere video eens ga over opnemen. Want wat zie je nu gebeuren? Dat er heel veel kanalen op YouTube, op Instagram, geconfronteerd worden met scammers, met fake accounts en zo meer. En ook daar is dat hetzelfde. Door heel veel energie en aandacht aan te geven, dan voed je eigenlijk die duisternis. Dan voed je die negatieve, lachtrillende energie. Maar door het met liefde weg te lachen, en er eigenlijk geen kracht aan te geven,
dan ga je merken dat het eigenlijk allemaal veel sneller voorbij gaat. Dat dat veel sneller getransmuteerd wordt. Net omwille van het feit dat je het niet meer voedt. En omdat je enkel degene die dingen nog voedt, wat je wilt zien, wat je wilt ervaren. En dat is ook de reden waarom ik met heel veel van die zaken in contact kom. Omdat ik er ook niet op focus. Ik stuur geen energie naar. Ik trek het dus ook niet aan in mijn toekomst. En dat is ook hoe dat manifesteren vanuit de hoge bewustzijn, vanuit liefde en licht eigenlijk verloopt. Maar ook dat is weer een andere video. Anders wordt het weer veel te lang. Dus, maar ik hoop dat je voor jezelf eens gaat gaan nadenken. Dat je voor jezelf eens gaat gaan voelen van, dus soms dat je elke relatie die je hebt, dat je eens gaat gaan bekijken van, welk thema speelt er daar? Op welke manier triggert die persoon mij? Is het misschien gewoon beter dat ik die persoon links aan het leggen? Misschien is die persoon niet meer bedoeld om nog in mijn leven te zijn. Dit is nu heel belangrijk. Zeker nu dat we in het schorpioenseizoen zijn, dan zijn emoties extra belicht, verlicht of wat dan ook. Dus gebruik het op een positieve manier. Gebruik het voor jouw hoogste goed en voor jouw geluk. En zoals altijd, loop je ergens tegenaan. Weet je het niet goed meer. Hoe zeggen ze het ook alweer? Spreekwoord, ik weet het al niet meer. Maar als je dus hulp nodig hebt en je weet geen weg vooruit, je weet niet op welke manier dat je nu eigenlijk vooruit kan of dat je eruit kan geraken, weet dat er verschillende manieren zijn waarop je met mij samen kan werken. Dat vind je terug via de website. Er zijn ondertussen een aantal online producten. Ik ben bezig nog met de online training Manifesteren met de Elementen. Als eigenlijk hetzelfde, die wordt gewoon fantastisch. Superkrachtig. Dan is er natuurlijk het traject met de vlammen, waarin dat ik vorige week, nee, 2 weken terug, een nieuwe healingsmethode ook heb gechanneld. Waarin dat we werken met een bol. De bol van Archipeld. Om eigenlijk op een hele efficiënte en vlotte manier te kunnen samenwerken met de universele vlammen. Als een nieuwere, efficiëntere, hoogtrillende manier voor healing. Want dat is één van mijn taken. Nieuwe healingsvormen naar de aarde brengen. En dat is hetgeen wat ik doe. Ik denk er ook over na om een kanaal in het Engels te starten. Waarbij dat ik dan enkel maar channeling en zo zou delen. Maar ook dat, zij staan nog in de kinderschoenen en moet ik eens eerst nog over goed voelen over wat de waarde, de meerwaarde ervan zal zijn, wat ik mee wil delen en zo verder. Heb je vragen? Heb je een thema waar je tegenaan loopt? Een pijn, een trauma, wat dan ook, waar je eigenlijk graag meer inzichten wilt over ontvangen en dat je denkt dat dat wel iets is waar ik een video kan mee delen, ook met de rest van de wereld? Dan kan je die gerust naar mij doormailen. Dat is een hele eenvoudige manier om gratis ondersteuning te krijgen natuurlijk. Maar zoals altijd, gratis informatie gaat altijd maar tot op een bepaald level. Dat gaat niet diepgaand en is al zeker niet heel individueel. Het helpt je wel om inzichten te krijgen. Het helpt jou om eerste stappen te gaan zetten. Want ik haal ook heel veel informatie uit video's van andere collega's of channelingen. Maar het echte werk is nog altijd diep in jou, diep van binnen. En daar is belangrijk dat je echt dan hetgene doet dat nodig is. Dus wil je dat op een hele snelle, efficiënte manier, dan zou ik zeggen, dan nodig ik je zeker uit om met mij samen te werken. In groep, in die online trajecten, in die 1-op-1 trajecten. Kies wat er bij jou past op dit moment. Weet je niet goed wat dat er nu is dat jij nu nodig hebt. Zet mij dan een bericht of een mail. En dan kijken we wat je nu op dit moment nodig hebt. Zo, dat was voor vandaag. Ik ga straks online voor de groepslive sessie van het traject met de vlammen. Dat gaat over de derde vlam. Onvoorwaardelijke liefde. Alleen niet geen onvoorwaardelijke liefde, maar eigenlijk kosmische liefde. Dus ik ben benieuwd naar de vragen en de thema's die aan bod zullen komen. En ook dat is weer elke week opmerkelijk hoe dat alles dan weer samenvalt. Zo. Dat was voor vandaag. Ik zie dat ik weer al 20 minuten aan het babbelen ben. Ik ga rustig mijn tas koffie verder uitdrinken, de mails erop nakijken en me klaarmaken voor de live sessie. En dan zie ik jullie in een volgende video. Dag!